dames en heren, dit is Lefoco, dit is Melissa. Zij hier. Alleen maar liefde. Sowieso. Alleen maar liefde. Natuurlijk op de Custom Gym Insta. Gewoon Custom Gym, dat vind je me ook, standaard. Goeiedag, het is zaterdag maar weer en ik had vandaag lesgegeven en nu zijn wij onderweg naar Infusion Alfa aan de Rijn. Fight Night en Infusion MMA. Ja, dankjewel. Maar we hebben natuurlijk een tussenstop. Ja, bedankt. Bij de Mac, want jij hè? Oh, lekker. Oh, netjes. Niemand kan op een lege maag iets doen. Dus vandaag. Even fixen. Het enige wat ik wel zwaar vies vind is dat die kaas niet gesmolten is. Die ga ik eraf halen, doei. Altijd al een keertje doen. En ja, toen kreeg ik deze kans en die, ja, die heb ik gelijk aangenomen natuurlijk. Het is anders, het is vreemd, het is zwaar. Echt zwaar. Het is 3 keer 4 minuten. Maar je ziet het, als je doorzet, dan haal je de eerste prijs. Die partij ervoor was volgens mij 3 keer 4 minuten. Ik sta tegen jongens, ik ga echt niet zo lang vechten, dus... En zat je daar tegenop te kijken, echt die 3 keer 4 minuten? Nee, ik wist dat hij... Ik ben een kickboxer, dus ik wist dat hij voor de takedown ging. Dus naar de voeten zag gaan en ja, hij viel precies in de agility show. Toen dacht jij van... Het is klaar, ja, natuurlijk. Hij zit nooit meteen aan, dus de lucht gaat beetje bij beetje verder. En als je eenmaal vast hebt... Dan moet je niet meer loslaten. Wat kunnen we nog voor jou verwachten? Dit was de eerste keer smaak naar meer. Dus blijf me volgen, jullie gaan me snel zien in de ring of in de kooi. Ik sta hier met de broer en zus. Jullie hebben net gevochten. Bij voorbereiding, hoe doen jullie dat? Natuurlijk broer en zus, jullie vader coach jullie. Dus het is natuurlijk al een soort van voelt het als extra druk. Ja, de mensen kijken echt. We hebben natuurlijk een naam al, precies. Ja, 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 ja.
Wat was het dat je dacht van, hé, ik ga niet paardrijden? Pech, hè? Ja, ik wil gewoon sporten. Ja, ik deed altijd een kickboksen. En dat is voor mij een beetje een Hoe sta je erin? Ja, zelfverzekerd. Ik ga er gewoon voor. Ik ga op kickboksen. Ja, want eigenlijk inderdaad, het feit, je hebt niet echt MMA getraind. Je dacht gewoon, ik ga vechten, klaar, ik ga ervoor. Ja, klopt. Ik denk dat ik zo zelfverzekerd ben in kickboksen dat ik misschien wel met kickboksen kan rekken. En wie weet, smaakt dit denk je naar meer? Inderdaad, en wie weet als de winstpartij wordt En Peter, je hebt natuurlijk ook jouw twee kinderen die hier net waren aan het vechten. Hoe is dat voor jou? Het kost me 2 jaar van mijn leven. Als ze een ijs slaan, maak ik me niet uit. Maar ja, dat is anders, hè? Is no other. Walk like a champion, talk like a champion. Will you get the belt or the medallion? Do you have what it takes? There's a lot at stake. This is for warriors only, homie. This ain't fake. Infusion, reality. Gloves up, you don't wanna be a casualty. Stability. Ik kon helemaal niet trainen, geen lucht, geen conditie, niks. Laatste week heb ik 2 keer getraind. Donderdag zat mijn hele schouder vast, liep ik gewoon zo. Ik wil die jongens niet teleurstellen. Ja. Vandaag zijn we hier gekomen. Voorbereiding vandaag was wel goed verder. Ja, we gingen de ring in. Maar ik dacht gewoon van ik ga mijn momenten pakken met explosies. Wanneer hij komt, kom ik ook. Dat is mijn sterke punt omdat ik ook langer ben en ik kan goed anticiperen. Van een kooi. En fusion, hè? Altijd iets vernieuwend. Ik merk dat de MMA natuurlijk misschien heel snelle partijen. Ja, dat is goed. Even laten zien. Beetje bloed links, beetje bloed links en rechts. Dat is eigenlijk het grootste verschil. Want waarom zouden mensen inderdaad bij MMA? Het ziet er natuurlijk veel harder uit. Is het ook daadwerkelijk? Nou, ik krijg eerder verwondingen. Zo zeg ik. Ik krijg hier mijn bal los
zijn nu bij het catering gedeelte. Ik ben nu samen met Jack Zakman. Die verzorgt de catering. Kun je eens even vertellen van wat krijg je allemaal en wat ligt hier allemaal? Het ziet er allemaal lekker uit. Oh, dankjewel. We beginnen meestal met etagère met allemaal zoetigheden. Daarna krijgen we zeg maar een plateau met hummus en andere smeersels met tajinbrood en stokbrood en amandelnootjes en andere olijfjes en dingetjes zeg maar. Dus daar beginnen we dan mee. En dan hebben we daarna als warme snack hebben we zeg maar kipribats met kipworstjes. En dan krijgen we daarna het hoofdmaaltijd met nasi, kipcashew, saté. En kipcashew is mijn moeders recept. Toen ik 10, 11, 12, 13 jaar was, moest ik altijd mijn moeder helpen. Iedereen was buiten aan het spelen, iedereen was buiten aan het voetballen. Dus ik lekker ruzie met mijn moeder maken, want ik had natuurlijk geen zin om mijn moeder te helpen. Alleen, daar kreeg ik spijt van toen ik 17 was, want toen overleed ze helaas. En nu, zoveel jaar na data, heb ik haar gerecht gewoon in ere. Ook bij mij op de winkel, maar ook bij de catering, zeg maar. En hier komt dadelijk een marinade over en die gaat dan in de oven. En dan krijgen we de nasi, de saté en de kipcashew op één plateau. Dit is dus wel jouw favoriete recept? Dit is mijn favoriete recept, maar ook zeg maar mijn specialiteit. Ook in de winkel, waar ik zeg maar gevestigd ben in Den Haag, in Mariehoeven, op het Kleine Loo. En als dessert hebben we panna cotta met vers fruit, vruchten, frambozenkoeling met roomijs en bastonjecrunch. Dat is zeg maar het dessert. Dus we zijn wel vrij divers. Alleen ja, wij vinden het wel mooi om op dit podium zeg maar bezig te zijn. Ja, en met de sport natuurlijk verbonden en met het eten. Dus jij doet natuurlijk ook nog in de sport de dingen. Ik ben ook heel trots op. En ik begeleid natuurlijk heel veel atleten naar hun wedstrijden toe, ook met hun maaltijden. Maar ik ben natuurlijk ook met atleten bezig om ze voor te bereiden. Dat ze fysiek, maar ook conditioneel natuurlijk ook gewoon klaar zijn voor de wedstrijd. Dat zijn wel hele mooie dingen om mee bezig te zijn. Ik sta hier met de enige echte. Ik kan niet jezelf zeggen. Jij bent eigenlijk die vechter. Wil jij met mij gaan doen? Want we zijn een beetje bij MMA gaan. Nooit. Gewoon letterlijk nooit. Heel erg duidelijk. Ja, van de organisatie, dat moet gewoon. Ja, even erbij, ja precies. Ja, dan moet ik je zeggen, heel organiserende. Dankzij die top bestaan wij hier. Melissa, ik sta hier samen met. Next
Ik ben worstelaar, maar ik had wel iets meer van haar verwacht. Maar ik heb hier hard voor getraind bij mijn coach Arja, Mike Stim. En ik heb hier maanden voor moeten trainen. Ik heb veel kilo's moeten afvallen voor het toernooi. Ik voel me fit en ging met een positieve mindset in het toernooi. En het is me gelukt. Dit smaakt zeker naar meer. Ja. Wat kunnen we verwachten? Ja, nog meer partijen en hopelijk de UFC te bereiken hierin. Ik sta hier met niemand minder dan Bogo. Helaas kunt je partij niet doorbereiden. Het zou de eerste MMA zijn. Hoe heb je daar anders op voorbereid? Ja, spijtig genoeg gaan we partij niet door, maar we hebben wel 4 maanden aan stukken gehad. De voorbereidingen zijn ook echt aangepast op het verhaal. Als het gegaan is, het verlopen. Maar het is toch een heel ander spelletje. De staat is toch wel van de beste zijn eigen. Maar wanneer de grond erbij kwam, was het wel even af. Kunnen we nog meer MMA van je verwachten? Of hebben jullie zoiets van, ja, dit was gewoon één keer leuk. Nu gaan wij focussen op het inkomsten. Nee. Ik denk wel dat we het een en ander kunnen verwachten met de mama. Wat? Kom op. Ik heb deze foto gemaakt. Kijk, wat is het gebeurd? Even kijken. Wat kunnen we verwachten? Wat jullie van mij kunnen verwachten met de mama? Ik wil meer dan een beetje kop. Ik wil iets hebben. Ja, ik kan nog niks definitief zeggen. Maar ik wil een primeurtje. Aan mij ga je krijgen. Beloofd, echt waar. Eerwoord, Pinkie zwemmen. Pinkie. Dus we gaan ook een primeurtje krijgen van de Fogo. Pinkie, hè? Ja. Komt er niet meer onderuit. Oké, jouw dans. Ja. Tuurlijk, ja. Eigenlijk hoef ik daar niks eens meer over te zeggen. Maar er komt wat leuks aan. Ja. Ook daarvan. Zeker. Wanneer kunnen we dat verwachten? Ik zou zeggen, hou Sam Blans in de gaten. Hij is de man. Achter mijn opkomstnummer. Binnenkort verschijnt zijn EP. En daar staat King Shaka natuurlijk gewoon 1000% op. Alleen maar vuur. Dus de man van Touché, Sam Blans, Philatalia. De man is gewoon aan. Deze tijden, je kan er niet omheen. En de dans? Maar hoe heb je die zo? Kwam het zo maar, hoe heb je die bedacht? Dans is gewoon. Iedereen doet de King Shaka dans. Ze kunnen het niet. Hoe moet hij? Kijk. Okay. De beat dropt. Heel simpel, de beat dropt. En het is eigenlijk heel simpel. Waar gaan we open? Dat is de eens. Het enige wat je moet doen, dit is de basis. Dit mag je gewoon verzinnen. Dit is de basis. Dit is de basis, je doet de basis. Ja, je doet de basis. En vanuit daar. Voel je gewoon wat je voelt en dan ga je. Wat je voelt en dan ga je. Heel simpel. King Shaka dance. Dit was de challenge. Ik wil de King Shaka challenge. Oké, duidelijk taal. Ik sta hier met niemand anders dan Louis Tavares. Ja. Wat betekent van Nori? Bent u nou bij Fusion MMA? Eerste keer MMA? Laten we dat doen. Wat vind je ervan? Ik vind het leuk. Fusion is een organisatie die zich daar wil uitbreiden. Zo zie ik het ook met MMA. Dus ik vind het een leuk idee voor een business. Heb je ook nog in de toekomst misschien MMA genomen? Voorlopig niet. Voorlopig focus me op Glory Kickbox en dan we zien het later van. Nu lekker genieten, heb je wel nou extra een beetje zo'n gevoel van ja, dat je toch ook zin hebt om die ring in te gaan of te zo gooien, maar het idee van ik wil ook vechten. Ja, tuurlijk. Kijk, als je op een gehaal komt, heb je sowieso zin om te vechten. Maar weet je, ik kom nu gewoon vast aanmoedigen. Klaar voor? Lekker rustig. Top. Ik sta hier met Montsella Rossi. Hij moet zo vechten. En wapentij, hoe heb je jezelf goed voorbereid? Ik heb mezelf goed voorbereid. Op grondgebied en op kickboxgebied. En mijn maatring heb ik bij Ibrahim Stilik gedaan. Maar ik heb ook streng bij Thaiboxing ook niet. Thank you.
nieuw, vermoeiend, maar we hebben ons best gedaan. De scheids moest ingrijpen, omdat ik één keer leek die weg te gaan, andere keer niet. Ik begreep het zelf ook niet, maar ik bleef doorslaan. Al was ik moe, het is vermoeiend. Het is 3 keer 5 minuten, het is anders dan 3 keer 3. Maar alhamdulillah, gewoon. Ik dacht, ik ga staan met vechten, want ik weet dat die jongen heel hard heeft getraind, in het buitenland ook. En, maar sowieso respect natuurlijk ook van Hans Patrick. De jongen heeft ook 6 jaar niet gevochten, maar ja. Smaakt deze MMA-partij naar meer? Ik weet niet, ik moet echt even over nadenken, want dat is echt vermoeiend. Ik wil wel feliciteren. Toch even feliciteren. Dank je. Maar ja, ik ben hard. Respect naar ons sowieso. Kijk, zo hoort het, hè? Geen haat, alleen maar sport. Nee, sowieso. Hoe voel je jezelf? Scherp. Dankjewel, superleuk voor het cadeautje. Hey, en we gaan nu naar huis. Oh, dus dat. Hey, Lisa.